Vandaag gaan we koken. We gaan beginnen met een hamburger en een kokosnoot. We gaan lekker koken. En wat gaan we maken? Kokosburger, ja. Vandaag zit ik in de jungle en is het een... Ik zit in de jungle. Ik zit hier in de map van de kijker en deze keer niet alleen maar met Robin. Robin, weer welkom in de map van de kijker. Kom maar. Nee, kom nou. Het is lekker warm buiten. Ja, ik heb wel koude handen. We zijn hier in, ja, zoals ik al zei, de jungle. En ja? Ik zag daar al een klein junglehuisje. Ik zag daar allemaal steentjes en weet ik veel wat. Maar wij moeten beginnen in dit huis hier. Wil jij nou ook zo een leuke map maken en die naar mij opsturen en dat ik die ga spelen? Stuur dan zeker even jouw map op naar deze e-mail. En dan, wie weet, ga ik hem al gewoon spelen. Hoi, Walnut en zijn teamgenoot. Je speelt deel 2 van mijn map. Ik ben de teamgenoot. Hallo. Deel 1 was ook een leuke video. Wil je die nou heel graag zien? Linkje daarvan staat in de beschrijving. Veel succes. Kijk hoe die succes schrijft. Kom op nou. Kijk, dit mij kan ik nog wel tolereren. Maar succes. Succes. Succes, ja. Ga op de pressure plate staan om te beginnen. Veel plezier. Abonneer op Walnut. Yeah. Oh, yeah. Owen de Gal Gamer. De Gallagher. En op de pressure plate. Hup. Hey, Zaralzal. Hoi, Eiko Bacon. Wij hebben een probleem. Ons gold is op. Hoi, Eiko Bacon. Nee. We hebben een probleem. Oh, nee. Wacht, het gaat door elkaar. Het gaat fout. We lezen het wel even als het klaar is. Maar uiteindelijk wat er staat is... Hoi, wij hebben een probleem. Ons goud is op. Ons gold is op. En we hebben het nodig. Wil jij het voor ons vinden? We zijn bereid om naar 9 diamonds voor te betalen. Als je wilt, loop dan maar door. Nou, oké, dan moeten we doorlopen. Maar waarom alleen Eiko Bacon? Waarom niet Hoi Walnut ook? Ja, omdat jij gewoon minder waardig bent. Als je het wil, sta dan hier. Als ik wat wil. Ik wil het. Ik wil het. We zijn in de base van Maurits. Hey Maurits. Hey Maurits, wat leuk jou hier te zien. Oh, waarom weer Eiko Bacon? Wat zoek je? Als jullie gold willen, moet je eerst mijn opdracht uitvoeren. Niet nog een keer over de pressure plate. Als je opdracht hebt voltooid, dan krijg je het gold. Ga Maurits. De eerste... Wat een Maurits. Hij heet niet Maurits, maar Maurits. Moutits. Maar sommige zijn wel goed. Oh ja, inderdaad. Moutits die zegt: als je de opdracht hebt voltooid, dan krijg je het goud. Ga de eerste rechtsaf voor de eerste opdracht. Veel succes. Oké. Okay. Ik ben wel benieuwd. De vorige die je hebt gedaan. Ja? Was ik er toen ook? Stond ik er toen ook? Nee, toen stond jij er niet. Maar waarschijnlijk omdat jij als eerste op de pressplate stond en pakte jouw naam. Drop ja, nee, een walnoot. Dat snap ik. Huh? Drop een walnoot? Wat? Ja, sorry, kapot. Ja, maar dit... Het is wel accurate nagebouwd, want zo ziet Maurits' beest er ongeveer ook uit. Alleen dan net wat anders, wat meer uitgebreid natuurlijk. Ik ga eroverheen. Oh, kan niet. Redstone puzzel, veel succes. Gast! Zorg ervoor dat de redstone blok op de diamond blok komt te staan. Help! Help! Oh, jij kon niet meer. Help! Huh? Maar... Er komt geen lava vanaf boven of zo. Oké, nou, ik... Oh, dat mag ik niet hopen, nee. Ik moet zorgen dat de redstone blok op de diamond blok komt te staan. Oh, jij bent hier ook. Huh? Maar hier. Dan moeten we hem... activeren. Welke actie moeten we daarvoor activeren? Die? Die? Oh, dat is simpel. Oh, er zijn andere redstone blokken nog. Oh, waar gaan we heen? Dat kan niet. Gewoon. Nee, dat redt hij niet, zie je? Moeten we deze duwen. Ja, ook. Ja, en dan... Zo. Hoe krijgen we... Wat doet dit? Wacht even hoor. Zo, en dan kan... Ja, en dan? Huh? Oh, je kan ook dingen pushen natuurlijk. Dus als ik dit doe... Kijk, wacht. Zo. Juist, en dan... Zo. En dan trekken we hem weer terug. Kijk. En dan nu. Dan moet je hem pushen. Ja, en dan kan je hem weer daarheen brengen. Oké. En dan trek je hem weer naar je toe. En dan trekken we hem hierheen. Nee, jij moet terug. Waar brengen we die heen? Ik snap het niet. Oh, omdat die nu geactiveerd is. Oh! Ja. Wauw, ik snap hem. Ik begin hem eindelijk een beetje te snappen. Oh, wacht, kijk. En dan die... Ja. Ja. Ja, ik help. Ik help heel goed. Ik ben echt goed aan het helpen. We hebben hem! Oh, wat is er een keer veel kleur. Kijk, Edo en Jerry on Berry. We hebben 10 goud en we hebben Dragon's Breath. Godverdomme. Oh, maar deze. Goed zo, hier is het gold en als verrassing ook nog dit. Nou, we hebben ook nog Dragon's Breath gekregen. Ga jij er maar overheen. Kijk wat Edo en Jordi te zeggen hebben. Hallo, Lijke Walnut. Ik heb gehoord dat je gold nodig hebt. Wij hebben veel gold, dus je mag het hebben als je de stone butter kan vinden. Veel plezier met zoeken. En een Dankjewel. Boekje heb ik hier. Hint. Boom. Wat staat er achterin? Er staat 100 pagina's. Wacht even, laat even doorklikken. Jij kan wel snel. Nee, godverdamme. Abonneer op Rick Force. Oké, we moeten een bug zoeken. Een hintboom. Ja, nou gelukkig staan er weinig bomen hier in de map.
ben ik wel hartstikke blij mee. Het staat vol met bomen. Oh, maar het is een stone button die we moeten zoeken. Wat doet dit? Niks. Gasten, maar dit lijkt ook wel weer op een Edo en Jordi. Ze hebben het wel in Content Veen accurate nagedaan. Want in Content Veen hebben zij zoveel dieren. Daar ben ik benieuwd naar Kingdom Koud. Ja, of ze Kingdom Koud ook gedaan hebben. Misschien hebben ze mijn Kingdom heeft die ook al gedaan. Nee, om eerlijk te zijn. Nee. Nee? Gerrit, Gerrit, Gerrit. Hoi, Gerrit. Ja. Ja, nee, dat is goed. Hij praat in een bepaalde frequentie. Wil jij dat nou ook horen? Dan moet jij even abonneren. En liken. Ja. Ik heb hem. Echt? Oh, goed gedaan. Hey, Kingdom Koud. Hey! Hey, lekker wandelend. Heb je gold nodig? Ja, Justin. Ik heb wel wat gold. Als je wil, moet je één ding doen. Haal voor mij een kat. Je kan er maar één kopen op de berg. Dit is Kingdom Koud. Oh. Nou, de Kingdom Koud toch, Kingdom Koud is gesmolten. Het is plat. Het is plat. Het is wel heel leuk gedaan. Maar er werd nog meer gezegd. Haal voor mij één kat en dan kan er eentje kopen in de berg. Of op de berg. Voor 19 iron ingots, ga naar de mine. Daar kan je het minen. Veel succes. Zet de kast huis in het huis rechts in het hok. Ze moeten eerst naar de mine. Nou, die zie ik daar al. Dan moeten we gaan minen. Dit is echt Zwitserse huisjes en dit. Ik wist niet dat Kingdom Koud Zwitserland was. Of Oostenrijk. Ik ook niet. Moeten we eerst boven op de berg of nee, niet? Nee, eerst 19 iron nodig met mine. Dus hier hebben we een pickaxe. Nou, dan pak jij er ook een. Dan hebben we ijzer nodig. Doe jij kool? Dan doe ik het mine ijzer. Alles. Alles? Was dat als tip? Ja. Echt? Nou, dan gaan we alles minen. Oké, ik heb alles wat ik gezien heb, wat ik kon hakken, heb ik gehakt. Kunnen we het ook smelten ergens? Of... Want het kost 19 ijzer, stond er toch? Iron ingots, ja, dan moeten we het eerst smelten. Laten we in de huisjes kijken of we een furnace kunnen vinden. Zet de kat onder de trap. Oké, dat is daar. Heb je er ook furnace of zo? Of... Nee. Je hebt geen furnace. Tot nu toe nog niet. Oké, misschien dat het daarboven is dan. Dat is niet in de mine, toch, furnace? De vloer die kraakt. Jij kraakt. Oké, kijk boven wel even of ik daar iets zie. Huisje van Buddy. Hey, dat is mijn villager. Buddy. We kunnen hier trouwens smelten. Als jij eronder smelt. Buddy. Oh, Buddy. Hey, je kan een cat spawnneck inderdaad van hem krijgen. Dat is wel lijf. Alles, alle kisten gelijk in. Sorry, Buddy, we zijn je hele huis aan het overhoop halen. Oké, hoeveel hadden we nodig? Zas? Nee, 19. Oh. Maar, deze. Waarom heeft hij niet blast furnace staan? Dit gaat lang duren. Romy, doe even een dansje bij de furnace en dan versnellen we dat tot we in één keer 19 hebben. Robin, ik heb een 19. Ik ga ze afleveren. En dan krijgen we een cat spawn egg. Dus dan moet die onder de trap in het huisje, toch? Ja! Yeah! Kijk, hier hebben we overigens ook alle loot gedaan die we nog meer hadden gepakt. Die laten we even liggen, zou ik zeggen. En wanneer we die weer nodig hebben, nemen we die gewoon weer mee. Zal ik het niet gewoon meenemen? Want ja, dan worden we misschien ergens anders naartoe gestuurd. Nee, maar gewoon mee. Dat is denk ik ook een beter idee. Het katje moest onder de trap, hè? Ja. Zet de kat onder de trap. Dat is hier. Dan waarschijnlijk op de pressure plate. Goed zo. Goed zo. En nu? Oh! Hey, ja, we hebben het goud. Gelukkig kan je het in de kist naar het andere huisje achter ons doen. We hebben maar 9 nodig. Maar ik had al die tijd al 10. Oké, dan. We hebben van Justin helemaal geen goud gekregen. Ik heb er 20. Oh, ik heb er 9. Dus ik heb er 9 in, oké? 9. En dan? Ik heb er 9 ingedaan, het is weg. We zijn opgelicht. René, Floor! Hey, nu staat er trouwens wel Zarzan. Net stond een Zarzalal of zo. Hey, thanks for the gold. We hebben hem. Nou, maak ik heb het gefixt. Voor. Geen probleem, joh. Hè? Geen probleem, Floor. Dat doen we voor jou, hè, René. Hè? Maar ik snap alleen niet waarom René nou nu weer niet dankjewel zegt. Vind je niet zo aardig voor jou, René? Nee, nee. Nou, Robin en ik hebben het gefixt. De plek waar we nu heen moesten bleek dus hier te zijn. En er staat hier drop een netherite blok, een walnoot, een beacon, een enchantment apple. Van golden enchantment apple. Een obsidian en een ender dragon egg. En we hebben hier de villager Henk. Die gelukkig hebben we alles meegenomen. Zie je nou wel? Ik ben blij dat we het niet in het kistje hebben laten zitten. Nou Henk, geef jij eens alle spulletjes. Die heb jij. Jij hebt alle spulletjes, Robijn. Hier hebben we de apple. Hebben we. We hebben de bee. Waar is ons koper dat we niet gesmolten hebben? Oh, die zit nog in de furnace of niet? Oh, dat is nog niet gesmolten. Robin, we zijn vergeten het koper te smelten. Nou, ik in de tussentijd zou ik als goede burger zijnde wel alles bij elkaar rapen. Enig is dat we ook 1 emerald tekort komen. Die heb ik ook niet. Hoe kan dat nou? We zijn 1 emerald tekort. We hebben ons koper niet. We hebben dat ene goud, omdat we te veel goud hebben uitgegeven. Net missen we ook ons goudblokje. Oh, dat meen je. Oh mijn god, ouwe. Laten wij even niezen. Het even fixen. Ah, tjoe. Yeah.
Oh, godverdamme. Ja, maar het is wel opgeniest, dus we kunnen nu wel alles kopen. Ah, ja, ja, wat smerig, zeg. Ja, maar maakt niet uit. Maakt niet uit, maakt niet uit. Nee, dat maakt niet uit. Ja, als het goed is, hebben we nu alles. Oh ja, leuk. Wat? Hier doe jij die, maar, jij alles die hebt. En die. Ja. Zo, stik erin. Hier, dan doe ik hier de Crying Obsidian, die moet jij doen. Doen we hier de Ender Dragon Egg droppen. Hartstikke leuk. Hé, daar gaat het lampje aan. Hier de beacon, die heb jij. En dan hier een Netherite blok. En de potato blijkt dus de walnoot te zijn. Hallo? Hallo? De walnoot doet het niet. Oh nee, de walnoot doet het niet. De walnoot doet het serieus niet. Oh, wacht, misschien moet ik er zelf in. Haha. Oh, hij doet het. We zitten in een luchtballon. Ja, mooi, hè? Ik ben mooi. Oh, ik wil niet vallen. Wat doet ik dit? Ik ook niet. Ik denk dat die pressure plate iets hoort te doen, maar dat het ook... Owen! Bedankt voor het spelen. Ah, oh, bij deze, dit was het gewoon. Ik denk niet content. Maar dit was het gewoon. Hoi! Wat heb jij voor een gek mondje op deze manier? Wat heb jij voor een gek mondje? Wat heb ik dan... Oh! Je bent een clown. Ik ben een ballon, ik vlieg hem al. Maar hij was wel heel leuk. Ik moet zeggen, Owen, het was een hele leuke map. Er zaten een paar foutjes in, maar ja, hè, het kan niet altijd in één keer goed gaan. Maar ik vond het wel een hele leuke map. Ik wil even een dikke shout-out doen naar Owen. En dan gaan we nu door naar de volgende map. Boom, daar zijn we weer. Prachtig. Robin, informatie. U kan de info vinden op de andere muur. Andere muur. Andere muur. Informatie. YouTube. Steen Kerbush Games. Maken van de map. Steen Kerbush. Instagram. Steen Kerbush. Welkom bij deze map. Dankjewel, Steen. Dit kan je spelen met z'n tweetjes. Nee, met je tweetjes. Eigenlijk is het een race. Wacht, bij wacht, Mux. Wacht. Eigenlijk, dit kan je spelen met je tweetjes. Met je tweetjes. Leuk, eigenlijk is het een race bij Bugs Melted. Discord. Oh, nee. Niet hem allemaal gaan toevoegen op Discord. Dat is te laat. Ik kies rood. Ik kies blauw. Oké, 3, 2, 1. Het is een race. Oh, dit is wel leuke muziek. Oh ja. Oh, Robin, ik ben er al voorbij. Oké, quiz. Wat is de populairste video van Walnut? Ik ga het niet zeggen, maar ik ga er wel doorheen. Oké. Die weet ik ook. Wat is dit? Mega Doolhof. Mega Doolhof. Robin, je mag niet via dat je via F5 erboven uitkijkt. Wat is er nou weer? Ik kan gewoon naar jou toe. Hey. Hé, ik kan ook naar jou. Wat gebeurt hier? Ga er maar op staan. Ga jij maar staan. Nee, ga jij maar staan. Nee, ga jij maar staan. Mega Doolhof. Hallo, wat is hierboven dan? Nee, ik wil dat jij gaat staan. Samen. Oké. Nee! Bekijk de map. Ik heb hem. Was dit hem al? Dit was het. Oh, nee, kijk de map. Yay! Gewoon weer. Nou, dat was de tweede map die we vandaag gespeeld hebben. Het was gewoon echt een mini parcoursje met twee quizvraagjes. En dan mega Doolhof. En mega Doolhof is letterlijk dit. En waarvan de route kon je gewoon echt uit meerdere manieren, zie ik nu ook. Er zijn maar één of twee. Oh mijn god, Robin. Ja? Kom even, wacht. Kijk, dit stuk hier. Ja? Kan je gewoon niet komen met de Doolhof. Ofwel. Jawel, hier is de doorgang. Oh, hier is de doorgang. Oké, ik wou net zeggen, hier kan je gewoon niet komen. Ik vond het wel een hele leuke map. Dankjewel voor het insturen. Dankjewel voor het kijken in deze video. Vond je het dan leuk? Abonneer dan zeker even. Like ook even. We gaan deze video voor ongeveer 3000 likes. Wil je dan ook heel graag jouw eigen map insturen? Dan kan dat zeker naar deze mail, jongens. Doe dat nu. En dan nu moet je ook nog eens even. Je moet heel veel dingen van mij doen. Deze video kijken, want Robin. Wauw, mooie video. Ja, heel mooi. En dan nu spreek ik later. Glaasje wat heel veel. Be more.